Ze weigeren zich hier te laten identificeren. En dus zitten ze hier vast op het kleine eiland Lampedusa, waar ook het centrum maar erg beperkte ruimte heeft. The situation is not good. But they say you cannot leave until you give fingerprints. Will you stay here then? I will stay until I get solution. Hier in het centrum achter mij zitten op dit moment een paar honderd vluchtelingen uit Eritrea die weigeren hun vingerafdrukken af te geven. En dat is een probleem. Italië heeft zich namelijk verplicht tegenover de andere Europese landen om iedereen die hier aankomt te identificeren en te registreren. Dat is een van de afspraken die de Europese leiders vorig jaar hebben gemaakt. Italië en Griekenland zouden van iedereen die per boot aankomt de nationaliteit vaststellen, bepalen of ze kans maken op asiel, om ze vervolgens over verschillende landen van Europa te verdelen. En daar gaat het mis. Vluchtelingen willen zelf hun land bepalen en op eigen houtje verder reizen. If I give fingerprints, they will choose the country for me. And you want to choose? I will not choose. That's a problem, big problem. And where do you want to go? I want to go to England. Oh. Huh? Yeah. Burgemeester Giussi Nicolini zit met de handen in het haar, maar begrijpt de vluchtelingen. Nessuno, né loro, ma neanche io mi farei spedire come fosse merce, come fossi merce, senza neanche che sulla scatola della mia confezione ci fosse scritta la destinazione. Cioè io voglio sapere dove vado. Het lijkt erop dat Europa wat naïef is geweest en heeft onderschat hoe vastberaden mensen zijn die alles achterlaten en een gevaarlijke, zeer dure tocht maken om naar Europa te komen. Die mensen weten precies waar ze heen willen en laten zich niet zomaar overal heen sturen. Omdat ze in sommige landen verwachten betere kansen te hebben, of omdat er al familieleden vooruit zijn gegaan, weten ze precies waar ze heen willen. Zoals dit groepje jongens naar Engeland en deze twee meisjes naar Denemarken. Lampedusa doet wat het haar wordt opgedragen en houdt de weigeraars hier, maar hoopt wel dat er snel een oplossing komt vanuit Europa. Non far ricadere su di noi tutte le contraddizioni e le criticità di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Evelyn Redmeijer, RTL Nieuws, Lampedusa.